vanochtend om 5:30 begonnen en ik heb een koffie zitten al gehad. Cold chocolade van Callebaut, gekarameliseerde suiker en melksuikers. Ik heb eerst suikervrij. Caramel ijs gedraaid, dus deze draai ik gewoon achteraan zo door te spoelen. Ik ga het tenminste één keer doen. Klein afstrijken. Ja, oké, dus dat is het lijkt me afstrijken. Ja. Ja. Ja, afstrijken. Ja. De patrie in. Mm-hmm. Doe je dan lekker op? Ja, doe hem heel even in de shortpiece dat hij iets stevig is. Ja. Dan snij je hem af en dan vul hem verder met het ijs. Ja. Yes. Nee, die met de bladgoud is dat. Nee, die chocolade, die karamelchocolade, zeg maar. Hoe heet die ook weer? Cold. Cold, juist. Oh ja, daarom zit het goud in. Eiwit met eidooien, veel suiker, kokos, dus hij is glutenvrij. Dat doen we eigenlijk gewoon op een plaat en dan in de oven en elke keer omscheppen. Dan kan je dit, hartstikke lekker. Het blijft heel lang op kant.
Houd ik mee aan mij, mag iets gebeuren? Een pootje onderuit, dan ga ik omhoog, allemaal leren. Wat is dat nu? Ja. Oké. Nou? Ja, dat is ook mooi. Dan ga ik checken afvaren. Vers gemaakt geluidjes. Jesse, wil jij een linker vriezer? Het zijn twee doosjes, even uithalen alsjeblieft. Secretaris van het SVH, de secretaris van het ijscentrum en twee meesters voor het beoordelen. Ik heb een pekannoot, dus door de suikersiroop en de specerijen laten trekken. In de oven helemaal gekarameliseerd en dan een nachtje in de warmtekast. Die door helemaal gekookt is. Goed sinaasappel sorbet met naja sorbet. Kooksmacroon met amandelijs en pizza's-ijs en een faritidenbodem. Hier zit een kokos sorbet als interieur, croquine, dus met koffie, bodemon, een beetje crunch, guave sorbet, suikerdecoratie volgens de opdracht. Hier heb ik ook een fout ingemaakt, dat heb je waarschijnlijk al goed. Ik heb prosecco gebruikt in plaats van gin tonic in dit parfait. Gin tonic zit er wel door de merengue. Er zit onder croustilla, krokante notenbodem, interieur van kerstsorbet. Dit is chocolade roomijs, interieur van patte frie van framboos en frambozen sorbet. Rubiktaartje, daar zit ook de yoghurt roomijs in. En daar moet ik even heel goed nagedenken. Kompot, kersen. Ja, dat is deze, toch? Ik weet het niet eens meer. Kompot, kersen. Oké. Okay. Valt onder praliné, cold chocolade, interieur van passiegelei, dus dan heb je een beetje zoet-zuur door elkaar heen, een beetje bladgoud op, vanwege het cold natuurlijk. Maanzaad ijs met gezout karamel als interieur, met ons koek boven en onder. De kulfie van pista's, gevuld fruit, dus ik heb, gisteren heb ik deze geconfijt, de komkommer. Heel lang op een graad van 70 gehouden in suikersiroop. En dan, als het goed is, is het gewoon heel makkelijk doorgemaakt. Nou, blij dat het erop zit. Oh, ik ben back echt, up. Ben echt helemaal back af. Merk je wel, het komt er zacht. Zit erop.
Drie dagen knallen. Maximaal wat komt er dus. Ja. Voorbereiding? Ja, 2 jaar. Echt? Ja, het traject is 7 jaar. Dus, ja, het hele traject 7 jaar ben ik bezig geweest. Maar... Ik wist volgens mij anderhalve maand van tevoren wanneer ik op mocht. Dus toen was ik echt vol gas. Dat is natuurlijk verschrikkelijk druk bij ons op zaak. Ik doe heel veel externe opdrachten, dus het is echt... Pittig. Nou, chef. Ja, nou ja, uiteindelijk zie je me weer, hè? Ja, de bank is gewoon te maken, hè? Ja. Wat, Moet ook bij, hè? Wat denk je? Ja, ik weet niet. Ik heb maximaal uit mezelf gehaald, dus ik hoop dat het voldoet. We hebben geproefd, genoten van jouw buffet. We hebben punten van kritiek gevonden. Die zal ik jou zo meteen ook toelichten. Ja. Maar we hebben ook besloten dat we jou zo snel mogelijk uit je lijden gaan verlossen. En dat we mogen zeggen dat je geslaagd bent. Gefeliciteerd. Je gaat er niet altijd lopen zeiken dat we mee moeten de riemen niet, hè? Ja. Ik heb net een ticket voor je boek, Luc. Ja. Je hebt het heel dik verdiend. Je hebt het heel dik verdiend. Super. Ja, dat je kapot was, dat zagen we al. We hebben dus inderdaad de laatste half uur kapot in Niels gezien. Ja. En daar hebben we ook besproken als van, daar had je de energie echt op. En daar hebben we ook naar gekeken, kritisch gekeken. Ja, daar moeten we overheen kijken, want we snappen dat die druk op een gegeven moment zo werd. Ja, op een gegeven moment is het gewoon rammen. Ja. En toch bleef je nog rustig. Ja, ik ben dit soort dingen wel gewend. Dat is eigenlijk altijd doen. En dan moet je keuzes maken. Dan is het gewoon rammen. En dan ACP. Ja, dat heb ik heel veel minpunten. Dat zeker. En dan moet je gewoon door. Het zijn met name een paar gemiste puntjes waar inderdaad je buffet niet volledig was. Ja, keuze maken doet nog wel of niet. Ja. Ja, wat wij gezien hebben inderdaad, wel, ook in het laatste kwartier was er eigenlijk ruimte om die spoon wel te serveren. Het fruitje erbij te doen, maar daar was de energie gewoon op. We zagen jou leeglopen. Ik denk, wat ik heb, dat moet goed staan. Ja, en daar was het. Dat was fantastisch. Het elkaar gaan flansen. Maar... Ja. Nou, je wilt zeggen, maar niet gedaan. Wat er stond was waanzinnig. We hadden per persoon een paar voorkeuren ertussen zitten. Maar wat ons opviel was met name dat over de hele breedte, over de hele dag, alle artikelen, alle ijsjes een bepaald niveau hadden, een hoog niveau hadden, zonder dat er eentje minder was. En dat was echt opvallend, denk ik. Ja, ik moest keuze maken, want ik zat op tijd, zijn er twee, je zat wat simpeler voor mij althans bij. Ik denk niet meer uit de dag af te doen. Nee, ik denk ook niet dat je meer had moeten willen doen. Want nee. Het was heel veel. Het was echt heel veel. Ja. Met alle technieken, zonder halve fabrikaten, geroomd en benoemd. Alles zelf bereid. Van scratch. Ja. En dat valt op. Dat wordt gewaardeerd. Nou ja, ik heb altijd veel commentaar op iedereen gehad. Dat moet ik zelf waar. Ik zelf met me doen natuurlijk. Ja. Maar jij bent in ieder geval de commentaar op een andere wel, Niels. Nee. Ik deel altijd mijn enthousiasme al. Als ik dan een punt van commentaar mag leveren, vind ik het jammer dat je het aanleveren van de recepturen en dergelijke. Ja. Daar zaten wat hiaten in. Ja, ja, je gaat 36 excuses voor verzinnen, maar het is verzinnen zijn, maar dat is inderdaad. Mijn leven is heel hectisch. En het is echt nachtwerk heel veel geweest. En, inderdaad. Ik ben meer praktisch ook natuurlijk. Ja, ik zeg altijd laat mij maar zien. Dus ik zal altijd, als ik moet kiezen tussen het op papier zetten of het uitwerken, dat het staat, dat zal op mijn kloppen zijn. Nou, dat zagen we straks ook, hè. Toen ik jou het formulier van de kerstkompot gaf,
en je hoofd zit alles op een rij. Op ja. papier ja. zie je dan dat het niet klopt. Ja, ik zie boven de douane zullen er steeds aan staan. Ja, dat klopt. Al 4 keer. Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn de punten van kritiek waarvan je denkt, ja, dat is... En dat geeft dan naar ons toe ook inderdaad, wat we al een paar keer hebben gezien, hè, dat we de twijfel, maar ja, op papier kan het niet kloppen, in je hoofd wel, maar dat kan een ander niet zien. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar uiteindelijk staat het als een huis. Nou ja, dat is wat, ja. Ik vind altijd, het liefst had ik gewoon gezegd, kom om 5 uur, dan zet ik het neer en dan schiet dan, maar dat is... Ja. Helaas gaat het weer gaan. Zo werkt het weer om de wereld. Ja. Proficiat. Dank je wel. Yay.